Goed jongens, welkom terug bij een gloednieuwe Mind of Motion video. Ik ben onderweg, ik zit in de auto naar Panningen toe. Het is wat donker, zoals je kan zien. Daarom ook die lampjes hier in mijn auto. Dan kun je tenminste iets zien, want als je niks ziet, dan is het zo lastig YouTube kijken. Ja, ik ben onderweg naar de eerste officiële gym van Mind of Motion. Het is een mini gym, want het is een extra stuk in ons nieuwe kantoor. Dat is dus super tof. Dus we kunnen en werken, kleding inpakken voor jullie, en we kunnen ook nog eens trainen terwijl we dat doen, of daarna of ervoor. Normaal gesproken ga ik vaker wat door de week alleen trainen in deze gym, maar nu hebben we georganiseerd dat er een soort kleine jam is met een aantal jongens van Mind of Motion. Denk aan Funs, Jackie, Jelle, Mike Weijers, noem maar op. Er komen nog een heel aantal mensen, maar dat zien jullie straks wel. Veel plezier met kijken en dan zien we ons dadelijk in de mini gym. Goed jongens, ik ben aangekomen in de Mind of Motion gym, zoals jullie net gezien hebben. Sommigen van jullie zullen deze setup vast wel herkennen, maar dit is de blokken setup die we ook op de kampen hebben gebruikt en op andere evenementen. De jongens zijn er nog niet, ik ben als eerste. Ik ga nog een paar dingetjes voorbereiden. Wat vastdraaien als het nodig is, wat verplaatsen, wat ergens opstapelen. Ja, dat het in ieder geval veilig staat, dat we dadelijk met een hoop mensen veilig kunnen trainen. En wat ik ook ga doen, dus we gaan de airtrack gaan we heel eventjes opruimen. Want ja, wij gebruiken die persoonlijk niet heel veel. En dan hebben we net iets meer bewegingsvrijheid en aanloopruimte om net iets mooiere lines te kunnen zetten. Dus dat ga ik even doen. En dan zien we de jongens straks. Yay, de jongens zijn er! Hey! Hey! Jackie is er, Funs is er, Jelle is er, Mark is er en Mike is er. Milan komt ook nog, maar Milan is nog niet hier, dus die zien we straks. Milan is er! Doe het gek. Moments later. Yeah.
Oké, jongens, het is een paar dagen later sinds dat wij in de Mind & Motion Gym hadden getraind met de boys. Ja, dat was 's avonds en zoals jullie weten mag dan na 5 uur niet meer gesport worden op binnenlocaties. Dus ik ben nu 's morgens en het is nu 9:30 ongeveer. En de Mind & Motion Gym heeft een upgrade gekregen en die ga ik jullie nu laten zien. Dus wat we hebben is een schuine muur. Ja, altijd heel tof. Je kan er ook op staan. En we hebben de verwarming hebben we bedekt met een soort kast. En daar kun je gewoon super goed naartoe springen. Niks uit handje. Is gewoon hartstikke mooi. Dus ik ga opwarmen en dan ga ik je nieuwe setup testen. En die clips die zien jullie zo meteen dus natuurlijk. Let's go! We zijn echt wel. Yo. Eerste keer hier? Zeker. Wat vind je ervan? Ik vind het wel tof. Wacht even, de lens is vies. Nou is beter. Wat vind je ervan? Ik vind het wel tof. Ja? Vet, ja, hè? Vet. Jordan is er ook. Hi Jordan. Graf. We waren met een aantal jongens in de Mind & Motion Gym vandaag. We hebben er heel fijn gesprongen. We hebben de setup ook veranderd. De setup was eerst anders, nu hebben we hem veranderd. Want je moet soms ook dingetjes veranderen, anders blijft het niet leuk. Dus ja, hoe was Budel? Vonden jullie het leuk? Wij in ieder geval wel. Wil jij de volgende keer nog graag bij het Budel Event zijn? Zorg er dan voor dat je snel je kaartjes koopt, want ze gaan echt heel snel. Vergeet niet te abonneren, blauw duimpje omhoog te klikken. Vertel dan aan al je vrienden, deel deze video en vergeet niet te reageren. En dan zien we jullie snel terug bij de volgende video. Joejoe!